deze dag gewoon niet beter. Ik zie haar zo, maar ze... Nou, dit is de burger. Het is echt fucking groot. Daar had hij 8 bolletjes kook in gedaan. Mukbang. 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 Hebben jullie vragen voor ons? Ja. Wat is jullie favoriete... Dank je. Voor de mensen die mij niet kennen, ik ben Sarah Vervoort. Het is vandaag maandag en het is niet zomaar maandag, want ik heb vandaag voor de tweede keer mijn rijexamen. De eerste keer was ik dus gezakt en nu ga ik knallen en ik ga hem gewoon halen. Gaan we hopen natuurlijk. Ik probeer er zo niet zoveel mogelijk over te praten, want anders schieten me de zenuwen echt het lijf in. En dat heeft de vorige keer me ook echt gekild. Dus dat is voor nu. Ik heb hem zo en ik kom bij jullie terug en dan zeg ik of ik geslaagd of gezakt ben of niet. Allemaal, ik hoop geslaagd, maar ja, oké. Okay. Allemaal gelul weer dit. Ik ga even wat eten en dan is het waarschijnlijk zover. Woehoe! RSP! Jongens, ik heb mijn rijbewijs gehaald. Ik ben zo fucking blij. Dat is echt bizar hoe blij ik ben. Ik... Ik heb het gewoon gehaald. Het was zo'n goede rit. Ik heb gewoon letterlijk geen één fout gemaakt. Ik ben zo blij dat het echt niet te beschrijven. Gewoon echt. Oh yeah, dit voelt zo goed. Het is echt bizar. Volgens mij kan deze dag gewoon niet beter. Ik heb namelijk mijn cijfer teruggekregen van deze. Ook in een vlog laten zien. Maar ik heb hier dus gewoon een fucking 9,5 voor. Dat is echt... Maar het licht is een beetje raar. Bizar. Kijk jongens. Een 9,5. Gewoon een 9,5. Geweldig. Dit is echt de beste dag van mijn leven. Ik lig de laatste tijd zoveel in mijn bed tijdens de vlogs. Het is echt niet gezond. Maar ja, ik ga nu weer even... Alles doen behalve school, want ik ben een stupid bitch. Van de trap ben ik helemaal buiten adem. Maar ik heb net lekker gegeten en ik ben gewoon nog steeds zo blij. Ik ben zo blij gewoon dat ik het gewoon gehaald heb en helemaal top. Goedemorgen allemaal, het is vandaag dinsdag. Ik moet zo meteen even naar het gemeentehuis voor het aanvragen van mijn rijbewijs. Daarna ga ik naar mijn oma weer de hele dag leren. Het is de laatste dag dat ik hoef te leren. Morgen heb ik mijn tentamen en dan ben ik eindelijk... Klaar en het voelt geweldig als ik daarmee klaar ben. Ik doe even mijn bril op. En dan ga ik even wat eten. Ik zie er echt niet uit. Ik lijk wel dood. Maar ik zit op de fiets onderweg naar mijn oma. En het is echt best wel lekker weer of zo. Dus dat is wel top. Oh my god. Het is inmiddels 6:30. En ik ben gewoon helemaal vergeten te vloggen. Het spijt me jongens. Maar ik heb echt letterlijk de hele dag bij mijn oma gezeten. En... aan school gezeten. Dus ja, dat is de situatie. Het spijt me. Ik had ook niet echt veel kunnen vloggen, want ja, ik heb alleen maar geleerd. Ik ben nu nog steeds bezig. En er lijkt maar gewoon geen einde aan te komen. En er komt ook gewoon geen einde aan. Het is echt verschrikkelijk. Ik zie haar zo, maar ze... Normaal, het is vandaag woensdag. Het is 11:30 s'avonds. Oké, ik zal even uitleggen hoe deze dag is gegaan. Ik heb vanochtend een stukje gefilmd dat ik in de tentamenhal zat. Ik moest om 6:30 op, super vroeg. Toen heb ik alles heel snel moeten doen, dus had ik geen tijd om te filmen. Toen had ik mijn tentamen gemaakt, die ging matig. Toen had ik dus mijn tentamen gemaakt. Toen ging ik met Roxanne bij haar even... thuis lekker eten en chillen. Toen zijn we in slaap gevallen omdat ik zo moe was. Maar ik had de hele dag echt al super veel hoofdpijn. En toen kwam ik thuis van Roxanne en toen lag ik in bed en toen was ik plat. Het was rond 5:00, 6:00.
Toen werd ik om 10:00 s'avonds pas wakker. Dus ik had nog niks gegeten en zo. Dus eigenlijk was de hele dag voorbij. En dan was ik gewoon moe en had ik geslapen. En dan heb ik eigenlijk niks kunnen vloggen. Dus sorry daarvoor. Het is nu 11:30. Morgen moet ik model staan bij de examen van Nova. Die de vorige keer mijn haar had geknipt en geverfd. Moet ik model voor mijn haar staan. En in de avond ga ik lekker uit. Eindelijk na al die kuttentamens ga ik lekker uit en los. Zaterdag heb ik superleuk. Ga ik naar de opening van Thuishaven van het Wintercircus. Daarna ga ik naar een verknipt bootparty. Nou, geweldig. Ik ben nu even de vlog aan het editen. Dus het is woensdag en de weekvlog staat nog steeds niet online. En ik kreeg echt, oh, dat vond ik zo lief. Zoveel berichtjes van jullie van ja, komt de vlog nog online? En ga je nog wel door? En dit en dat. Echt zo lief dat jullie daar gewoon aan denken. Dat jullie gewoon wachten op mijn vlog. Dat vind ik echt, ja, vind ik echt heel leuk. Om te horen natuurlijk. Maar ja, in ieder geval sorry voor deze afgelopen gare dagen. Maar ik beloof jullie, nu wordt het weer normaal. Nu ben ik klaar met alle fucking deadlines. Dus dat is top. Ik ga de vlog afediten en dan ga ik hem uploaden voor morgen om 3:00 of zo. Dus dat ga ik verder. Morgen allemaal, vandaag is het woensdag. Nee, het is donderdag. Het is haar donderdag, joh. En vandaag moet ik model staan voor een examen die Nova heeft voor een kappersopleiding. Met mijn haar moet ik dus model staan. En daarna ga ik naar Marel. Ga ik lekker uit eten in Amsterdam, ga ik uit in Amsterdam. Dat is helemaal gezellig. En dat eigenlijk een beetje. Ik ga even wat eten nu en mijn spullen bij elkaar pakken. En dan word ik zo meteen opgehaald. Ik zie er echt niet uit. Nou ja, maakt niet uit. Dus al heel lang niet laten zien wat ik aan heb. Omdat ik elke keer gewoon een trui en een broek aan heb. Omdat ik aan het leren ben. En ja, dat is helemaal niet zo speciaal. Maar ik heb in ieder geval een spijkerjasje aan. Gewoon een shirt. En dan deze flarebroek en dan dit tasje erbij. Het is echt niet bijzonder, maar gewoon even simpel. Want ja, ik ga toch niks speciaals doen of zo. Ik zit nu in de auto bij Nova. We komen terug van het examen. Maar we weten nog niet of ze geslaagd is. Maar ik zal wel even een foto hier doen. Dat was echt super mooi, vond ik zelf. En we zijn nu, ja, onderweg naar huis. En dan ga ik snel spullen pakken en zo. En ik wil misschien nog even in de stad kijken voor iets leuks. Maar ik moet even kijken. Het is inmiddels een tijdje verder. Ik zit nu weer bij Marel in de auto. En zijn beide bekken wat. Maar we gaan die nieuwe truffelburger proberen. Dus ik ben benieuwd. Ik laat wel even weten hoe die is. Nou, dit is de burger. Het is echt fucking groot. Maar ja, hij is hopelijk wel lekker. Nou, de burger was echt fucking lekker. Hij was wel heel vet. De vet rook er echt af. Maar de truffel was echt heel lekker. Je proefde gewoon echt heel goed die truffel mayonaise. En ja, dus echt een heel erg aanrader. Alleen was wel echt duur. Het was echt €7 of zo. Maar ja, wel het geld waard. Zeker. Instagram live. We gaan lekker een brownie met z'n allen delen. Nou, cheers. Oh ja, ik ben! Ik ben! Samen vervoeren! Wat is dat? Wat is dat? Het is donderdagavond. 10:00. 5:10. En we gaan naar Jimmy straks. En we gaan nu brownie eten. Nou, ik heb ijs met de vork. Oh, ik wil bij de ik wil mee doen. Wacht even. Het voelt goed. Review. Hij is warm. Ark. Brownie eten met hem. Lepel. Hij is goed. Lekker? Heel wat. Ja, wel heel wat. Wel. Wie is dit kauwgom? Eeuw, dat is wat? Ijs. Nee, dat is gewoon een scrunchie. Een walnoot. Oh, het is een walnoot, jongen. Een crumble. Nu met ijs. Ja. Wel heftig. Ik had trouwens net mac and cheese. Ik denk dat ze ons meer hebben gegeven. Ja. Lief.
drie. Ja, dat zie je niet. Mukbang. 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 Hebben jullie vragen voor ons? Ja. Wat is jullie favoriete... Stank je. Is het lekker? Ja. Niet? Nou, saai geen zin. Oh shit. Oh shit, ik kijk de hele tijd niet zo. Even de omgeving filmen. Nou, we zitten nu in Cannibal Royale, maar dat is al gezegd. Heeft ze niet gezegd? Ja, niet. Zeg maar dat we dronken zijn. Snow is er weer. Nou, Saar. Snow is er weer. Op de meiden. Snabbel. Wij hadden het er vanmiddag over, Saar en ik, dat altijd als Snabbel op de vlog is. Maar dat heb ik al in de vlog gezegd. We weten wat Snabbel is. Oké, okay. Snabbel zijn wij drieën. Oh, en even een, ik word niet bij, oké. Okay. Ik ben Snabbel plus. Ik ben Snabbel plus. Nee, maar Snabbel is gekomen doordat ik een Snapchat maakte met een filter van de locatie. Ja, en dat was dus autobedrijf Snabbel. Kijk. Maar ik wilde gewoon Amsterdam of zo. Nee, want het was op mijn Snapchat. Ik heb die locatie ook gepakt. Nee. Maar in ieder geval. Dus... Oh, ik ruik hem niet. Saar, doe eens normaal. Ja. Oh, ik ga hem even laten zien. Ja, 1 minuutje. Snabbel. Oh, automobielbedrijf. Ja, dat zijn wij. Ja. Kijk, hè. We hebben lekker cocktail op. Oh, maar in ieder geval, oh, kaars, licht. Daar, toch wel waar is mijn telefoon al? Maar in ieder geval... We gaan uit vanavond, jongens. Ja. En we gaan helemaal naar de grens, maar! Nee. Het restaurant vindt ons kut. Ja, nou, maar in ieder geval, waar wij het dus over hadden, is dat Snabbel altijd dronken is, of aan het eten is, of iets raars aan het doen is. Nee, ik weet het niet. Wij zijn gewoon gekjes met z'n drieën. Ja. Dus jullie kennen ons waarschijnlijk niet anders dan dit. Maar ik weet dat mijn vriendinnen, die kijken in Saar vlogs. Echt? Ja. Die van mij nog niet. Die zei opeens, hallo, ben jij dit? Ik zei, ja. Je hebt fans. Je hebt fans. Ja, dat vertelde ik toch? Ja. Doei. Dit is mijn outfit, by the way. Ik heb deze top aan. Kijk, ik ben zo zwart dat ik gewoon wegval altijd. Ja. Zie je? En ik heb een slangenbroek aan. Leuk. Ik ben wel zwart van matchy. Ja. Nee, je filmt mij niet. Je filmt de fles. Je wilt dit toch gewoon glad strijken? Kijk, hè. Hé, busjes. Jullie moeten allemaal bureau Burgwallen kijken op Videoland. Dat is een man. Wit op prima heeft een voorhuid. Daar had hij 8 bolletjes coke in gedaan. In zijn voorhuid. Als dat ontploft. Ik weet niet wat er dan gebeurt, maar... Dat niet zomaar. Nee, maar als het open scheurt. Is dit gezet? Dit is de school. Oh my god, hebben we wat een tatoeage. Ah! Ik heb echt een stom. We zijn in de race. Ik heb helemaal geen extra make-up op. Nee. Hè? Nou, ik zit nu in de bus met Roxanne. We zijn helemaal moe en... Ik zie er ook gewoon niet meer uit. Ik weet echt niet wat er gebeurd is. Hé, je hebt een nieuw hoesje. Ja. Leuk. Ik heb een nieuw hoesje. We zijn op zich best op tijd thuis. Voor 4:30. Best op tijd.
Vorige keer 6:30 of zo, later zelfs. Dus morgen hebben we niks te doen. Dus. Lekker. Oh. Het is inmiddels vrijdag. Alweer avond. Ik heb de hele dag lekker uitgekaterd. Ook had ik niet eens echt een kater, maar ik had gewoon geen zin om iets te doen. Ik ben trouwens nog bij Roxanne blijven slapen. Helemaal lekker gechilled. Ben ik thuis gaan chillen. Nu heb ik me opgemaakt en omgekleed. En ik ga nu lekker uit eten met alle nichtjes en neefjes van de kant van mijn vaders kant van de familie. Dus ja, superleuk. Een beetje mijn haar gekruld. Gewoon een beetje de onderkant, een beetje slag. Wel leuk. En ja, dan moet ik nu gaan. Ja. Oké, ik was mijn make-up er aan het afhalen. Maar ik dacht, ik zeg maar vast gewoon dat ik niet uit ben voordat ik zo meteen weer in bed lig. En dan vergeet ik het weer. En weet ik het allemaal. Dus ik heb echt super lekker gegeten. Ik heb bij Bob's Tex-Mex gegeten in Alphen aan den Rijn. En het is in Alphen aan den Rijn restaurant week. Dus we hadden voor €27,50 9 gangen menu. Oh my god. Van allemaal Mexicaanse hapjes. Maar het was allemaal wel heel klein, zeg maar 1 gang. Maar het was echt fucking lekker. Ik heb echt super lekker gegeten. Wel echt veel. Ik zie er weer top uit. En morgen, heb ik helemaal niet gezegd, ga ik naar Thuishaven. En daarna ga ik naar een verknipt bootparty. Nou, helemaal leuk. Ik zie er weer uit. Ik ga verder mijn make-up ervaren. En dan zie ik jullie morgen weer. Oh, trouwens, ik laat zo meteen iets zien. Want dit is echt te hilarisch. Het is echt heel grappig. Want dit werd dus opeens naar mij toegestuurd van: je zit in de video van Milan Knol. Dus ik denk, de video van Milan Knol. Wat heel veel vuur. Ik denk, wat is dit? Maar hij heeft dus deze video geplaatst. En hij gaat hier reageren op video's. Maar hij gaat hier dus ook reageren op mijn mukbang. Ja, maar dat is goor, bro. Ja, dat is heel irritant. Waarom kijken mensen dat? Ik snap het echt niet. Je moet gewoon je bek houden en dan gewoon eten en kijken naar een film of zo. Vandaag ben ik met Isabelletje. En we gaan een sushi mukbang opnemen. Super lekker. We hebben echt zo'n grappig. Bij de 25k likes gehad. Zo fantastisch. Als je iemand op de achtergrond hoort, is het Emiel. Ja. Zo fantastisch. En dan gaat hij naar bed. Naar bed? Ze zitten gewoon om 12:30 naar sushi te kantelen of zo. Ik heb ook trek in sushi, bro. Ja, hoe is je bed? Kan je ook gewoon even 2 minuten, je ziet 2 wijven en je wordt helemaal hoors. Kun je gewoon even. Oké, ik ben stil. Ik ben benieuwd wat ze nou gaan praten in de mukbang. Maar kijk of Roy nog even hebt gegeven. Oh ja, ze hebben nog gereageerd. Wacht, ik wil wel een sneeuwmail maken voor jullie. Ja, dit is top. Yes. Ik ga achter de Dit is echt heel grappig. Nou ja, ik weet niet, dit stukje dus, maar nou ja. Het is echt heel grappig. Ik dacht echt, wat de fuck doe ik hierin? Hoi allemaal, het is vandaag zaterdag. Hi. Ik ben er met Bo en vandaag gaan we dus naar Thuishaven. En daarna naar de clipboomkort. We staan nu bij de bus te wachten. Ik kon niet echt mijn outfit laten zien, want ik heb nu even een trui erover. Maar dat doen we wel in Thuishaven. Ja, dat doen we daar wel. Maar het zonnetje begint te schijnen, dus dat is allemaal goed teken. En ja, het wordt allemaal leuk. We hebben er zin in. We zijn hier in Thuishaven. Oh,
fanmeeting niet. Ja, meeting! Hey. Zijn jullie met Sarah? En Sarah is teringleuk vlog, hè? Wel, nog iemand wel op de vlog. Ik vind Sarah echt top. Dit is echt teringleuk vlog. Weet je? Een beetje een soort van als Monica Geuze ooit nog een kind krijgt, dan wordt jij niet Monica Geuze. Mooi. Oké, het is inmiddels zondagavond. Zoals je ziet kom ik uit de douche. Er is een hele dag voorbij. Ik heb echt heel erg letterlijk niks gedaan. Dat was helemaal top. Morgen begin ik met mijn stage. Ik heb er echt super veel zin in. Ik ben echt super benieuwd hoe het gaat zijn. En ja, dat allemaal. Gisteren was echt fantastisch leuk. Op een gegeven moment kreeg ik alleen super erg hoofdpijn. En dan werd ik heel moe en had ik gewoon echt geen zin meer in. En toen heb ik echt 2 uur lang bij de EHBO gechilled met de meest fantastische mensen ooit. Het was echt super, super gezellig daar. Echt helemaal stuk daar. Toen heeft uiteindelijk mijn vader mij opgehaald, want we zouden dus ook nog naar een verknipte bootparty gaan. Maar daar had ik echt geen zin meer in. Dus ik had mijn ticket gewoon nog kunnen verkopen op Ticketswap. Echt een half uur voordat het eindigde. En toen lag ik gewoon 12 uur te slapen of zo. Dus ik heb wel gewoon lekker lang kunnen slapen. Dat was wel super chill. En ja, ik ga nu ook gewoon slapen. Het is bijna 11 uur. Morgen moet ik 6:30 opstaan. Ja, dan gaat het leven beginnen, jongens. 40 uur in de week werken. Nou, dat ben ik niet gewend. Als je mijn vlogs kijkt, zie je dat ik echt super veel vrij heb. Dus dat gaat echt wat worden. Elke dag van 9 tot 5 waarschijnlijk. Oh ja, en ik wilde nog zeggen dat ik dus gisteren mensen ben tegengekomen die mijn video's keken. En dat vind ik echt, nou, dat was zo leuk om jullie, zeg maar, gewoon te zien. En gewoon van jullie echt persoonlijk te horen dat jullie het gewoon letterlijk heel leuk vinden om naar mijn video's te kijken en zo. Ik weet niet, ik vond dat zo leuk. Ik vind dat oprecht echt het leukste wat er is. Dus ja, shout-out naar jullie nog. Het was heel leuk om jullie te ontmoeten. Ja, dit is dus natuurlijk zondag. Ik moet de vlog afsluiten. Dus ja, ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken. Ik zou het super leuk vinden als je deze video een blauw duimpje omhoog geeft. Als je een reactie onderlaat. Ik vind het altijd heel leuk om jullie reacties te lezen. Ik vind het echt gewoon een van de leukste dingen. Als ik een video plaat, vind ik het zo leuk om altijd gewoon jullie reacties te lezen. Want je bent gewoon zo lief en... ja, ik vind dat echt super leuk om te lezen. Vergeet natuurlijk ook niet om mij te abonneren en de notificatiebel aan te zetten. Hierdoor mis je nooit een video van mij. En mijn video's wil je niet missen, dus klik erop. Nou ja, in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik je de volgende week weer. Doei doei!